Bij mij aan tafel is aangeschoven Sybrand Dijkstra. We kunnen hem onder andere kennen van softwarebedrijven die onder andere Magister ontwikkelden. Een populair cijferprogramma dat op vele middelbare scholen wordt gebruikt. Maar inmiddels is hij een groot bitcoin miningbedrijf begonnen. Welkom Sybrand. Ja, dank je. Hoe ben je met crypto in aanraking gekomen? Want je bent een ondernemer. Ja, ik ben, vorig jaar naar me gaan verdiepen in blockchain. Begin vorig jaar. En ben naar een aantal conferenties gegaan om daar gewoon meer van te willen weten. Ik vond de techniek heel erg mooi. Blockchain is erg verwant natuurlijk met bitcoin. En met de cryptomunten en met het grote cryptospel wat daar omheen zit. En ben op een evenement van Vincent. Heb ik zoveel informatie gekregen over de bitcoin dat ik zoiets had van nou, daar wil ik meer mee gaan doen. Want je bent zelf ook programmeur geweest? Ja, ik programmeer al meer dan 40 jaar inderdaad. Dus ik ga al een tijdje mee met coderen. Ja, ik heb mijn uren wel gemaakt. Ja. Maar je bent ondernemer en toen dacht je, ik ga een miningbedrijf beginnen? Of? Nee, ja, weet je, als ondernemer zie je altijd opportunities. En deze markt is zo jong, deze markt is zo onvolwassen, onprofessioneel. En een financiële markt waar geen regulering is, dat is natuurlijk iets heel nieuws. En je ziet ook dat er gewoon heel veel kaf zit in deze markt. En daar waar veel kaf is, is ook veel ruimte voor koren. Ik weet hoe ik hele mooie software moet maken. Ik weet hoe ik mooie oplossingen moet bouwen. Dus ja, ik heb al heel snel gezegd van nou, ik ga iets in deze markt doen. Ik weet nog niet wat. En daardoor ben ik me volledig aan het verdiepen in deze markt. Heb ik op iedere exchange heb ik een account gemaakt. Heb ik de ervaring van exchanges, hoe knullig ze kunnen werken. Ik heb alle vormen van mining heb ik gedaan. En ja, dat is dan nu een beetje uit de hand gelopen, omdat ik daar wel een goed businessmodel in zag. Ja, dus je hebt alle sectoren van de markt een beetje... Ik heb geprobeerd alle uithoeken te vinden. Ik ben ook naar alle ICO's gaan kijken en ik heb daar een hele uitgesproken mening over. Ik vind het namelijk helemaal niks. Okay. Het is gewoon een vorm van geld ophalen, waarbij mensen op zo'n grote schaal allemaal hun geld kwijtraken. Dus maar dat is ook mooi om dat te zien. Ik zal in ieder geval nooit een ICO gaan beginnen. Okay. Nee. En in het verleden heb je veel van de bedrijven die je hebt opgericht ook verkocht. Ja. Ben je van plan dit bedrijf dan ook weer te verkopen? Nou, weet je, je start niet een bedrijf om het te verkopen. Nee. Alleen op een gegeven moment kan een bedrijf wel naar een niveau gegroeid zijn waarbij jij niet meer bij dat bedrijf past. En ik heb bijvoorbeeld met Schoolmaster en mijn vorige bedrijf het product Magister gemaakt. En dat was heel erg leuk. Ik startte met een klein clubje mensen, met 15 programmeurs, 15 vrienden bijna. Dag en nacht coderen. Helemaal leuk, het goede start-up gevoel. Alleen Schoolmaster groeide naar de marktleider. En als marktleider kun je niet meer de rebel zijn die 's nachts pizza zitten eten. Ja. Er zaten met 90 mensen daar bij Schoolmaster en 85% van alle scholen die software gebruiken. Ja, weet je, daar was ik niet meer geschikt voor. Ik was niet de man om met schoolbesturen aan tafel te zitten. Ja. Ik was die codeur, ik was die rebel. Ik heb mijn laatste bedrijf, App Machine, inmiddels verkocht aan een Amerikaanse partij. Ook daar hebben we hele mooie software gemaakt voor iPhone en Android. Zijn het op een wereldkaart gaan zetten, hebben het in meer dan 200 landen verkocht. Ben in Amerika een vestiging gaan openen. Maar op een gegeven moment zie je toch van ja, als dit bedrijf naar het volgende niveau moet, daar ben ik niet de man voor. Ik ben de entrepreneur. Ja, okay. Ik ben iemand die kan creëren. Ja. Dus ja, of ik dit bedrijf ga verkopen, ik heb geen idee. Het is niet mijn intentie. Maar denk je dat crypto een lang leven beschoren heeft? Ik heb geen idee. We zijn allemaal in een experimenteel stadium in het grote crypto-casino muntjes aan het uitwisselen met elkaar. En ik noem het crypto-casino, want ik heb nog niet meer waarde kunnen ontdekken dan dat het gebruikt wordt als speculatief middel. Er is geen enkel zinnig betaalsysteem op dit moment met de bitcoin. Anders dan mensen die betalingen willen doen die niet via de reguliere bank kunnen. Ja. Ik heb in een eerder interview gelezen dat je nog genoeg kansen ziet in de cryptomarkt. Welke kansen zie je onder andere? Nou ja, goed, deze kans van minen, daar ben ik me nu op gaan starten en in gaan verdiepen. En dat vind ik erg leuk om ook al de hardware eromheen te ontwikkelen en het hele proces. Ik denk dat er op het gebied van exchanges
het beheer van wallets nog heel veel te doen is. Ik bedoel, het is bijna nerdisch hoe je nu een wallet moet downloaden. Ja. Daar een lang 64 tekens ID hebt. En dan hebben we een transactie gedaan. En dan, kijk eens, ik heb de transactie van mijn telefoon en jouw telefoon gedaan. Ja. Maar er staat niet eens bij dat die van Sybrand was. En je hebt geen idee van wie je betalingen krijgt. Anders dan dat je maar extra wallet ID's gaat creëren. Het is, hoe kan ik een gewone sterveling uitleggen dat hij de bitcoin moet gaan gebruiken. En dat het de toekomst wordt. Want die mensen die dat nu zien zeggen alleen maar, nou, ik hoop die toekomst niet mee te maken. Snap je? Dus het is gewoon nodig dat er een vorm van een gewoon banksysteem komt. Waarbij ik betalingen kan doen, reguliere betalingen. Al die ongein die nu gewoon om betalen heen zit. Dat ontbreekt volledig in deze markt. Ja, dus je vindt vooral de techniek erachter interessant, de blockchain. Maar probeer jij je ouders uit te leggen hoe ze eventjes een Litecoin moeten kopen? Ja. Ja? Wat moeten ze daarvoor doen? Ja. Daarvoor moeten ze met KYC, moeten ze hun hele privé moeten ze gaan uploaden. ID's, kopieën van rijbewijzen, paspoorten, alles moet je uploaden. Je moet al je privacy moet je overboord zetten. Ja. En dan kun je ergens een Litecoin kopen. Dan hebben ze een wallet nodig. Nou, weet je wat je zegt? Laat mij maar even. Ja. Snap je? Zolang je zegt laat mij maar even, is er een heel groot gapend gat in een markt waar nog hele mooie oplossingen gemaakt moeten worden. Ja. Want dit is veel te basaal. Veel te basaal. We kicken met z'n allen op een klein stukje techniek wat blockchain heet. En wat zich uit in muntjes waar we allemaal mee aan het speculeren zijn. Ja. Zijn er in ieder geval nog genoeg kansen en genoeg ruimte voor ontwikkeling? Heel veel ruimte voor ontwikkeling. En jouw bedrijf, mint die vooral Bitcoin nu of ook andere munten? Bitcoin en Litecoin, dat zijn de twee munten die ik mine. Ik heb ook een paar andere munten geprobeerd te minen. Die munten die hebben allemaal een bepaald algoritme waarop ze gebaseerd zijn. De Litecoin is gebaseerd op het script-algoritme. Nou is het wel zo dat ik dus niet alleen Litecoin hoef te minen, maar er zijn nog een paar honderd munten die ook allemaal op dat algoritme gebaseerd zijn. Okay. En ik sluit mijn computers dan aan bij een pool die meerdere munten kan minen. Dus nu doet hij even een Litecoin en dan doet hij de Happycoin en dan doet hij de Cannabiscoin en al die ongein. Dat wordt allemaal tegelijkertijd gemined. Kan iedereen nog steeds minen vanuit zijn zolderkamertje of zijn die tijden? Iedereen, natuurlijk kun je minen. Minen is gewoon grappig. Je hebt munten die niet gemined kunnen worden met hele specifieke apparatuur, maar met zogenaamde GPU-miners. Dat zijn PC's met een stevige videokaart. Dan kun je één stevige videokaart erin zetten, maar je kunt er ook zes in zetten. Want ja, dan heb je zes keer de videokaart, maar één keer de PC en één keer de investering in de voeding. En die videokaarten die zijn gemaakt om hele goede berekeningen te maken. 3D-berekeningen kunnen ze heel snel. Maar iemand heeft uitgevonden dat ze er ook muntjes mee zouden kunnen uitrekenen. Nou, en zo kun je eigenlijk met een redelijk eenvoudige oplossing kun je thuis gaan minen. Een oplossing waarmee je ongeveer 25 euro per dag zou kunnen verdienen. Waarbij je ook aan stroom 5 tot 10 euro kwijt bent, hou je 15 euro over. Is een hele leuke business voor een computer die je thuis ergens in de hoek neerzet. Ja. Moet wel een beetje gekoeld hoekje zijn, want hij creëert heel veel hitte. Ja. Dus heb je nog één laatste tip die aan mensen zou willen meegeven die willen minen? Een laatste tip aan mensen die willen minen? Nou, het is grappig om te doen. Moeten ze ergens op letten of kunnen ze ergens terecht voor informatie? Ze moeten het minen van munten niet vergissen met het investeren in munten. Je hebt veel mensen die zeggen van ja, ik mine een onbekend muntje en dan hoop ik dat die later veel waard wordt. He, want hij is nu nog goedkoop. Ja, stel je voor dat je het geld niet in een miner steekt, want een serieuze miner ben je zo 5000 euro voor kwijt. Maar dat geld steek je gewoon rechtstreeks in dat muntje. Ja. Ja, de geschiedenis heeft tot nu toe geleerd dat dat uiteindelijk wel meer oplevert. Oké. Wil ik je bedanken voor je tijd. Oké, graag gedaan. Ja.